Volgens de statenfractie Friese Koers moet de provincie 4 miljoen euro lenen aan NDC Media Groep om zo te voorkomen dat er binnen het mediabedrijf 100 ontslagen zullen vallen. De NDC Media Groep zou deze lening in een langlopende periode met zachte voorwaarden kunnen terugbetalen, zodat de mediagroep geen mensen hoeft te ontslaan. Statenlid Hiemstra zou het schadelijk vinden voor de Friese democratie wanneer de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad zouden verdwijnen van het journalistieke podium. Stichting Museumhaven Leeuwarden pleit ervoor om de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar te maken. In 1969 werd de ijzeren draaibrug vervangen door de huidige. Gisteravond heeft voorzitter Chris Borsten het burgerinitiatief aangekondigd tijdens het politiek podium in de gemeenteraad, aansluitend op de informerende sessie over de mogelijke herstructurering van het stationskwartier. Wij willen in de eerste plaats herstellen wat ooit geweest is, namelijk de oostelijke vaarverbinding van Grauw naar Leeuwarden en door naar Dokkum. Nu kan het alleen via de westkant. Wij willen graag ook weer die oostkant in ere herstellen. Dat betekent voor de watersport dat om het kort te zeggen, de vaarroute tussen Grauw en Leeuwarden verkort wordt met een uur tot anderhalf uur. Dus brengt gewoon meer vaarrecreatie, veel meer vaarrecreanten naar de stad. Wij willen met dat herstel van die vaarverbinding ook het belang voor de provincie aangeven. Het is dus veel breder dan alleen de stad Leeuwarden. We denken ook dat met het beweegbaar maken van de brug de dynamiek weer terugkeert aan de oostkant van de stad. Dus met name het gebied tussen Harmonie en Blokhuispoort denken wij dat dat meer dynamiek krijgt en aantrekkelijker wordt voor horeca, voor bedrijven, etc. En wij geloven wat dat betreft dat de culturele hoofdstad Leeuwarden 2018 gewoon een fantastische, nieuwe, mooie entree verdient voordat de culturele hoofdstad ook gaat beginnen. Stichting Museumhaven Leeuwarden roept organisaties, bedrijven en belangstellenden op om steun te betuigen aan de lang gekoesterde wens om de brug weer beweegbaar te maken. 1 miljoen pakketten zal PostNL vandaag bezorgen in het land. En dat aantal betekent de drukste dag van het jaar voor het distributiecentrum van PostNL in onze stad. De drukte heeft te maken met de feestdagen en de toenemende aankoop van producten via webshops. In de Leeuwarden vestiging wordt dan ook met man en macht gewerkt om alles in goede banen te leiden. We'll be right back.